Zo, een hele, hele goede morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Kijk eens, groen. Groen. En dat houdt in. Appakee, deurtje was nog een beetje open. En dat houdt in dat ik dus in het bos ben geweest. Yeah, lekker. Ja, dat dus. Van de week ben ik al twee keer geweest, dinsdag en donderdag, om rustgang op te bouwen. Had ik vorige week al gezegd dat ik rustgang opbouw om weer in het bos te gaan hardlopen. Dat is toch een... Ah, het is toch apart. Het is toch apart dan wanneer je dat op een loopband doet. Maar goed, ik ben weer begonnen. En vandaag was het de driede keer. Nee, het was vandaag de derde keer dat ik dit ging doen. En ja, ik wil niet meteen zeggen dat het de derde keer alweer wat makkelijker ging. Maar ik ga er wel weer een beetje aan wennen. En dat is wel lekker. Zoals ik al zeg, natuurlijk rustig opbouwen. Ik heb vandaag en de vorige twee maar drie rondjes gelopen. Ik moet natuurlijk weer, zoals ik al zeg, weer rustig gaan opbouwen. Ik moet dus steeds even denken aan de kuit waar ik een zure mee heb gehad. Dus ik wil dat niet nog een keer opnieuw komen, want dan ben je er weer langer uit. Dus ik wil nu rustig gaan opbouwen, rustige tempo. Ik ga even niet kijken aan de tijden die ik loop. Nou ja, dat. Wat ik wil is gewoon dat ik uiteindelijk weer gewoon lekker kan gaan lopen zonder dat ik een blessure krijg en zonder dat ik daar iets mee krijg, doe, wat dan ook. Dus dat. Oh, en ik heb een nieuw horloge, maar functioneert nog niet naar behoren. Maar goed, dat is misschien dat ik dan toch eventjes de handleiding even erbij moet halen. Er zit namelijk een Bluetooth verbinding op en is op zich doet het goed. Alleen ik kan dus ook bijspreken met deze oproepen doen en ook beantwoorden. Maar bij die vorige kon ik hem uitzetten en die bleef gewoon uit. En dan kon ik alles andere mee doen, mijn oortjes gebruiken en zo. Maar deze gaat iedere keer opnieuw zoeken en dan iedere keer verbindt hij hem weer opnieuw. En dat wil ik niet. En ik zet hem iedere keer uit en ja, dan is hij even weg. En dan even later, hup, dan is hij er weer. Dus met andere woorden, verstoort hij ook de verbinding als ik dan bij spreken de radio aan heb op mijn oortjes. Ja, dan verbreekt hij die en dan, ja, dan kun je uiteindelijk weer opnieuw gaan beginnen. En daar baal ik gruwelijk van. Dus ik moet nog een manier gaan zien te vinden om die eruit te krijgen. Dan hoor ik jullie zeggen, ja, dan sluit de horloge kapot, dan ben je er ook vanaf. Ja, klopt. Helemaal eens. Maar zo werkt het niet. Tenminste niet zoals ik dat wil hebben. Ja, ik ga nu niet naar de gym, want we krijgen zo meteen visite. Het is nu al 10 uur. Ik heb wel oefeningen gedaan in het bos. Dus wat dat betreft zit dat wel goed. Ik heb wel bepaalde oefeningen gedaan. Maar ja, op het moment dat je dan steeds weer gestoord wordt omdat het met die horloge niet helemaal goed zit, daar de buitenhoek van hoor je ook weer. Zit je ook niet lekker in je trainingsritme, zeg maar. Maar goed, het is niet anders. Ik ga het even uitzoeken hoe dat het werkt en dan zie ik wel weer. Oh ja, en dan met het nieuwe seizoen. Daar moet ik even goed over nadenken. Er zijn een aantal, toch wel een behoorlijk aantal weekenden die ik wil gaan indelen met andere zaken dan voetbal. Zoals motortoertochtjes. Wat ik al zei, met het gezin. Ik heb mij voorgenomen om als ik op een zaterdag wat gepland heb, dat ik dan de zondag niet ga indelen als voetbal. Want daar was het eigenlijk ook een beetje om te doen, dat je dan je vrije weekend hebt om in te delen. Dus bijvoorbeeld zaterdag de 24e augustus heb ik een evenement te doen bij het Korps Mariniers. En ja, dan ga ik niet nog een keer de zondag ook bij het voetballen nog een keer de hele dag weg zijn. Dus ja, dat was een beetje waarom dat ik ook zeg maar ging stoppen. Omdat ik dan meer van dat soort dingen kon gaan doen weer met het gezin. Of alleen. Maar goed. Dan moet ik even gaan kijken. Ik ben een lijstje aan het maken met de weekenden. Die ga ik binnenkort doorgeven. Dus daar komt het goed.
En voor de rest, ja, vandaag heerlijk weer. Dus het is weer top. En van de week de dinsdag en donderdag waren ook goed om hard te lopen 's morgens vroeg. Dus dat was ook helemaal prima. Dikke prima, zeggen ze dan wel eens. Dus ja, dat. Dat. Zo. Nou, ik ben weer thuis. Dan ga ik zeggen tot de volgende keer. En deze kan wel af. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Dus ik zeg de ballen. Groetjes. Cheerio. Tot ziens. Goodbye. See ya. Duimpje. Abonneren. Komt goed. Ik haal richting 100 abonnees. Dus 100 zeg ik niet heel veel. Maar het is wel leuk. Dus ik ga in ieder geval langzaamaan richting de 100. Dat moet eigenlijk 100.000 worden. Dat gaan we denk ik niet worden. Maar in ieder geval, dan gebeurt er wat. Maar nee, het gaat heel af en toe krijg ik een abonneetje erbij. Dus zou ik goed vinden om er nog een aantal bij te krijgen. Dus, nogmaals, duimpje, abonneren. Helemaal goed, helemaal prima. Tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.